De Trimorde start op 16 mei met Beleef Oude Waaien, het culturele seizoen. Er zijn tal van activiteiten georganiseerd. Een ervan is het Schrijfmachinemuseum Joch van Riek van Diek in Kietjerk. Joch, Sanin Himin Heidek, dat staat waande Joch. 1880, ja, een oude machine. En met een apart systeem, het schrijfwieletje in feite. Dus je draaide aan een knop en je kon een letter opzoeken en daarna moest je erop tikken en dan had je één letter op papier. Dat vinden we terug bij verschillende soorten machines uit dat tijdperk. De schrijfmachine ging in die periode verder en we kregen dan 4 rijen toetsen, maar daarvoor waren het nog de 3 rijen toetsen. En je moest dan de hele kleine machine, dat is dan de Corona nummer 3 in dit geval, en die stamt uit 1912. En was dat een klein portable schrijfmachientje, een klein kofferschrijfmachientje, wat verschrikkelijk handig was om mee te werken. Was het eerste notaris die eigenlijk de beschikking had over de schrijfmachine om zijn akten goed te maken. Later kwamen ook de banken en de verzekeringsmaatschappijen en ontstonden al heel gauw de typkamers. En op die typkamers hoorde je ongeveer dit geluid. En dan voorstellen dat dat een hele batterij dames was die achter zo'n machine zat. Men dacht er wat aan te doen en men vond, onder meer bij Remington, vond men de noiseless uit, de stille. En dan hoorde je dit geluid. Dat was natuurlijk een hele verbetering. Maar het beroerde was dat het was niet logaritmisch met je gehoor. Dus men maakte veel meer fouten. En de machine heeft het dan ook niet gehaald en kwam de gewone schrijfmachine kwam weer terug. Het was alleen maar zwart wat de klok sloeg. Later kwam Olivetti, de Italiaanse machine, en die bracht wat kleur in het leven. Vandaag de dag dan zit de jeugd al heel vroeg achter de computer of krijgt een spelcomputer. Maar een aantal jaren terug, dan kon je bij een grote speelgoedketen, dan kon je ook plastic typemachines kopen voor de jeugd. Ook onze blinde vrienden en vriendinnen, die moeten ook een brief kunnen schrijven. En daarvoor zijn er eigenlijk 2 soorten machines op de markt gebracht. Dat is de kortschriftmachine en de gewone briefschrijfmachine. De verzameling van Riek van Diek bestaat uit 250 typemachines. Daarvan zijn er 150 tentoongesteld.